Hey, hallo, hier Judith van Judith op budget en Judith in de kitchen.com. Vandaag hebben we kindvriendelijk eten. Gebakken knolgroenten met een kipnugget. Veel plezier met kijken. Wij vonden het erg lekker. Vind je het een leuk filmpje? Geef zeker een like. Abonneer je, geef een lelletje tegen het belletje. En tot de volgende. En dan gaan we als bijgerecht allemaal knollen maken. Zoete aardappel, pastinaak en een half knolselderij. En ik ga alle wortels, knollen, weet ik dat hoe je ze wil noemen, in een ovenbeek doen. Dus ik ga ze op een bakplaat in de oven besprenkelen met wat olie. En dan pakken we nog even twee aardappels. Ja. Dan doen we er wat olijfolie bij. Zo. Peper. En wat peterselie.
Dat doen we op de bakplaat. Voor mij, dit duurt sowieso langer dan de kiphaasjes. En dan gaan we een soort van kippenduckets maken van de kippenhaasjes. Eigenlijk is het ranch popcorn chicken, maar ik doe hem denk ik hier en daar een beetje aanpassen. Hier komt een eindje in. En ik doe een paneren met cornflakes. Dat je ze wel wat moest crushen. Dus daarom dit vreselijke lawaai. En dan moest ik volgens de omschrijving ook de kruiden daardoor doen, maar die doe ik apart. Een beetje peterselie. Peper. En wat zout. Dan kloppen twee eitjes los.
een huisje door het ei. En gooi hem in de paniek. Zo heb je een vleesgerecht wat kinderen ook, want het zijn eigenlijk kipnuggets. En dan met al die knolgroenten erbij gaan kinderen daar wel van smullen, denk ik. Dan gaan ze op een bakplaat. En hierbij het afwasgerecht. Ziet dat er niet zalig uit? Wij gaan lekker smullen.